Texel. Gelegen tussen de Wadden en Noordzee is het grootste Nederlandse eiland. Een van de belangrijkste economische pijlers is het toerisme. Daarnaast neemt de Texelse landbouw en veeteelt een belangrijke plaats in. De flora en fauna op het eiland zijn gerust uniek te noemen. Om dit te behouden is goed dijkbeheer vereist. Regelmatig wordt het eiland geteisterd door hevige stormen. En dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. De bodem daalt en de zeespiegel stijgt. De dijken en gemalen voldoen hierdoor niet meer aan de eisen. Om te zorgen dat Texelaars ook in de toekomst kunnen blijven wonen, werken en recreëren, is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in 2016 gestart met maatregelen om 14 kilometer Waddenzeedijk te versterken en 3 gemalen te vervangen. Dit project wordt uitgevoerd door Combinatie Texel. We zijn hier bezig met de dijkversterking in Oudeschild. Oudeschild maakt onderwaard van de gehele dijkversterking, de Waddenzeedijkversterking project. En we gaan hier niet de dijk verhogen of verbreden, maar vooral echt versterken. En dat gebeurt door middel van damwanden. Zoals we zien de korte damwandplanken aan de voorzijde en aan de achterzijde de lange damwandplanken. En uiteindelijk zal de dijk weer opgevuld worden met zand, bekleed worden met asfalt en gras. Zodat de dijk weer een groen aangezicht krijgt voor de aankomende jaren. Nou, we zijn met een hele grote club mensen aan het werk hier. Circa 30 medewerkers. Oudeschild is een drukke havengebied met weinig ruimte, bebouwing. En dat maakt het een uitdaging om ieder zijn werkzaamheden uit te kunnen laten voeren. Met weinig ruimte en veel grote machines is dat wel de grootste uitdaging. Zodat elk stukje discipline, dus elk onderdeeltje, damwand, grondwerk, iedereen zijn werkzaamheden goed en veilig kan uitvoeren. Als bewoner is het ingrijpend wat er gebeurt, want er gebeurt nogal wat natuurlijk. Maar wij worden tot op heden zeer goed geïnformeerd door de combinatie Texel en het Hoogheemraadschap. Onze tuin, zoals je ziet, die ligt helemaal overhoop. Het huis was net klaar, de tuin was er aan toe, maar die zag er puur net eruit als dat die nu is. En zoals het nu de gesprekken gaande zijn en zoals we nu worden geïnformeerd, ook wordt dat netjes opgeleverd. Dus ja, ik kan niks anders zeggen dat ik zeer content ben met de stand van zaken zoals die nu gaat.